Zo zagen we Stanley Elbers voor het laatst. En zo herinneren we hem. De aanvaller van Excelsior was een aantal weken dichtbij een rentree na zijn knieblessure, maar kreeg een terugslag. Als ik het zo zie, dan mis ik het te erg. Dus daarom dat ik vorige keer misschien iets te vroeg was begonnen. Want je bent dan elke dag hier. Je doet pas en trappen mee en dan wil je snel een stapje verder. Zeker als voetballer, dan had ik beter niet kunnen doen. Nee, want Elbers stond daardoor nog langer aan de kant. Maar nu is hij pijnvrij. Maandag kom ik weer terug naar Excelsior. En dan start ik ook gelijk bij de groep. Ik weet niet of ik gelijk alles mee ga doen, maar in ieder geval ga ik weer met de groep trainen. Ik weet niet waar ik nu sta. Als ik een paar keer met de groep heb getraind, dan kan je misschien zien van ik loop wel conditioneel wel erg ver achter. Maar nee, dat kan ik nu niet zeggen. Ik heb natuurlijk niet niks gedaan. Ook al was ik geblesseerd, na 4 dagen kon ik al hardlopen hier op het veld. Dus het is niet dat ik niks heb gedaan. Ik ben wel degelijk in beweging gebleven. Conditie heb ik goed op peil gehouden als het goed is, maar dat zie je pas in de partij natuurlijk. Dus dat is afwachten. Tot slot, misschien een hele lastige vraag. Heeft het team jou nodig? Ja, ik denk dat ze me goed kunnen gebruiken. Dat heb je voor mijn blessure ook gezien. En ik hoop dat ik ze kan helpen. Ja, ik ga er in ieder geval alles aan doen.